Robert Schudde, de medeoprichter van CryptoCademy. En zoals net gezegd, Harry Klip zal ook rechtsonder, of voor jullie linksonder waarschijnlijk, de vragen beantwoorden. Nou, allereerst, wie is bekend met ICO's? Oftewel, wie heeft wel eens meegedaan met ICO's? Of wie zegt, ja, ik heb nog nooit iets gedaan? Kijk, Irma zegt, ik heb meegedaan met ICO's. Mooi. Wout van Dongeren. Buenos dias, helemaal in Peru natuurlijk. Welkom. Laat je verrassen, zou ik zeggen. En nou, de meesten zeggen ook nog niet echt ICO's meegedaan. Nou, we zullen dit webinar ten eerste aangeven. Ja, wat zijn ICO's nou? Wat zijn de valkuilen? En wat zijn de goede websites om naar te kijken? En we hebben een use case, in dit geval niet Shield, maar Brixby. Even een disclaimertje. ICO's investeren alleen maar geld dat je niet nodig hebt. En ja, ICO's kennen risico's, net als IPO's, Initial Public Offerings. Wie heeft u wel eens een keer in de krant gezien? AFM die zei, steek de 13 maand niet in bitcoins. Of AFM waarschuwt, pas op met digitale beursgangen. Of de toezichthouders zeggen, pas op voor de cryptoakkoords. En dat was volgens mij in december, wat werd toen gezegd, begin december. Nou, ik denk juist als je de 13e maand wel had gebruikt om in bitcoins of in ICO's mee te doen, dan had je geen 13e maand nodig gehad. Maar goed, dus men laat je in ieder geval niet afschrikken door ja, allerlei angst- en doempredikers. Doe gewoon je huiswerk. Zie een ICO net als een beursgang, als een propositie. Zit er geld in? Wat is het verdienmodel? En gebruik je boerenverstand en laat je gewoon niet gek maken. Oftewel, ja, in de coin offerings, dan zie je aan de linkerkant een groepje investeerders met een dollarbiljet. En die hebben dus geld. En aan de rechterkant is een mannetje met een lampje boven zijn hoofd. En die heeft een idee. Nou, normaal gesproken is het zo dat je kunt geld ophalen door crowdfunding. Of je kunt een beursgang doen. Maar de beursgangen, er zitten natuurlijk heel veel haken en ogen aan, heel veel barriers. Je moet heel veel geld meenemen als bedrijf om daar een beursgang dus voor te. En een kleinere stap was natuurlijk de crowdfunding. Hè. Je gaat met een pool geld investeren. En, maar er was ook nog zo dat, ja, dan ga je investeren, weet je niet waar waar het eindigt. Nou, er is met ICO's inderdaad, er zijn geen of weinig regels. En in Amerika is het zo dat only accredited investors mee mogen doen. Nou, het leuke is natuurlijk wel, met een IPO, dan heeft de happy few heeft voorrecht. Denk aan de zakenbanken, Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley, of ABN AMRO bijvoorbeeld met de zakenbanken. Als zij een lead manager zijn van een beursgang, nou, wie krijgt eigenlijk de beste deals? Natuurlijk de bank zelf, want die pakt een behoorlijke fee. En de early investors, die krijgen een behoorlijke aftrek of een bonus om daar mee te doen. Nou, en wie staat er achteraan de rij? Inderdaad, de particuliere belegger. Wie herkent dat wel? Wie kent deze dame? First Price 5020, oftewel Nina Brink, met duimpjes omhoog op 5020. En ik kan me heel goed herinneren, dat was voor mij eind jaren 90. Toen ging World Online naar de beurs en dan moest World Online, nou, ik weet niet hoeveel, 1500 euro per abonnee werd toen opgehaald. Ja, dus ja, is dat wel sustainable? En toen moesten dus $1500 voor een het gebruiker worden goed gemaakt. Nou, dat gebeurde dus niet. Voor een aansluiting was dat nog niet eens een betalende klant. Nou, World Online die ging naar de beurs. Friends and Family waren natuurlijk als eerste aan de gang. En op een gegeven moment had Nina Brink ook volgens mij wat aandeeltjes al in de in die fase wat verkocht, al voorverkocht eigenlijk. Ja, dus eigenlijk een beetje met meer kennis gebruik gemaakt van ja, de hype. 5020 ging World Online naar de beurs. En toen is de koers keihard in elkaar geklapt. En volgens mij werd World Online overgenomen door Tiscali voor een habbekrats. Dus wat ik ook eerder zei, met een ICO heeft in tegenstelling tot een IPO eigenlijk iedereen gelijke kansen. Want jij kunt ook als particuliere belegger meedoen. En dat is hartstikke leuk.
Dus geen friends of family zoals Nina Bink. Gewoon iedereen gelijk. Natuurlijk is het zo, als je met een ICO meedoet, het is meestal een pre-ICO fase waar je ook als particulier mee kunt doen. En er is een hele kleine fase ervoor. Een pre-sale fase, ja, dan moet je wel diepe zak hebben. Dan kun je daarin meedoen. En dan heb je iets meer voorrecht. Maar in principe is het zo dat je ook met heel weinig geld mee kunt doen. Je kunt met 50 of 100 of 200 euro meedoen. En dat is ook wel leuk, want als je bijvoorbeeld meedoet met een ICO of een IPO, met een aandelenbeursgang, ja, meestal heb je gewoon, moet je voor een paar duizend intekenen. En dat is ook nog een ding. Als je met een ICO meedoet, dan weet je, je tekent in en dan krijg je ook de coins tot je in je wallet. Dan doe je gewoon mee. En het vervelende is als je met een beursgang meedoet, meestal is het zo dat je een heel klein percentage krijgt toegewezen. Dus dat is het probleem ook. Nou, als we dan gaan kijken naar de stats en ICO's. Total raised, dat was in 2016, 2016. Heb je een rechtsboven zie je een total raise van 96 miljoen dollar. En toen was Waves, Iconomy, Golem, Singular, DTV, Lisk. Dat waren echt de toppers eigenlijk, de top 10. En nu zie je ook nummer 9, Decent. 4 miljoen dollar werd ook opgehaald. En die werden natuurlijk ook later genoteerd op de beurs. En Decent hebben wij toevallig ook als altcoin van de dag een keer getipt of aangeraden. Maar goed, om even in perspectief te plaatsen. Total raise 96 miljoen in 2016. En vorig jaar, 2017, was het 4 miljard. En dit is een sheet tot met juli, of november zelfs. November, en toen was het 3,5 miljard opgehaald. Met een grote investeringsronde, eigenlijk 257 miljoen door Filecoin opgenomen. Nou, misschien wel hetzelfde detail. Ik zie ook op nummer 4 Paragon. En Paragon, dat is eigenlijk een blockchain solution voor wiet en voor wietplantjes. En ik heb ook in Barcelona heb ik een ICO-conference meegemaakt aan 14.000 deelnemers, bezoekers. En daar hebben wij ook een aantal CEO's kunnen interviewen. En de CEO van Paragon, dat was een model, die heb ik nog kunnen strikken voor een interview trouwens. En die heeft dus aangegeven, ja, from seed to sell, hè, van een zaadje tot aan de verkoop. En waarom is dat eigenlijk belangrijk? Want je ziet dus ook een soort beweging in Amerika, dat het wiet werd steeds meer gelegaliseerd, zelfs in de Sunshine State. Alleen ja, de Trump-administratie probeert natuurlijk daar weer een stokje voor te steken, maar het gaat eigenlijk om dat ook medicinale wiet, ja, dat gewoon heel zuiver moet zijn. Nou, via de blockchain is alles transparant, alles staat vast, kan niet in geknoeid worden. Dus ja, ik vond het interview natuurlijk heel leuk met Jessica Versteeg. En ik vond het protocol wel leuk. We hebben dus vorige week, een paar weken geleden, Paragon PRG is nu genoteerd, aangeschaft. Nou, dan zien we op nummer 8 ook heel leuk, 10x. En dat is met de tickersymbool P genoteerd ook op CoinMarketCap kun je kijken. En 10x, dat is de voorman, dat is Julian Hosp. En Julian Hosp die heeft een presentatie gewoon, of gegeven bij een ICO Conference in Amsterdam. Daar nou, waren Harry Hansen aanwezig. En het leuke is dat wij daarmee nog niet echt gesprek mee hebben gehad, maar een heel goed idee hebben gekregen wat Tenex nou doet. Nou, je gaat naar Starbucks. Je hebt zo'n P-pasje, zo'n 10x-pasje, en dan ga je met dat kaartje, net als een creditcard, ga je cappuccinootje bestellen. Maar wat is nu de grap? 10x maakt ook gebruik van platformen zoals Visa en andere creditcardmaatschappijen. En dan betaal jij dus niet de fee voor de creditcard, maar dat doet de winkelier. Nou, in plaats van dat jij dus gelijk 3% kwijt bent. De winkelier betaalt dat. En de Stenix is een betalingsmogelijkheid. Heel laagdrempelig, want dat zit ook voor niemand deel achter. Nou, dat de Stenix tokenholders, hè, de bezitters van die coins, die krijgen ook een stukje revenue eruit. Dus zo zie je dus met de blockchain-technologie heel veel disruptieve technologieën, dat de middelmen eruit gaan, tussenpersonen worden
uitgehaald. En moet wel bij zijn bij Tenex dat Visa het heeft handen teruggetrokken. Dus er waren wat uitdagingen. Dus zijn ze nu aan het bekijken wat zijn de alternatieven. Dus dat is een ding. Dus kijk gewoon goed bij de toepassing voor. En ik zie hier niet trouwens Pillar bij, maar ik dacht dat ik die een keer in een sheet voorbij zag komen. Maar Pillar hebben we ook aan meegedaan met een ICO. Dat was vorig jaar onze eerste ICO notabene. Dus dat is leuk om in de gaten te houden, Pillar. Met andere woorden, ja, de ICO-markt heeft dus een behoorlijke liftoff gekend vorig jaar. En we zien dus ook dat er een versnelling in die ICO-markt is geweest. En het grappige is, als ik nou ga kijken naar de piek rond de 3,5 miljard. Toen was ook Lars van de Ven van de AFM, die was een presentatie aan het doen. En die zei, het is nu een moment om in te, te waarschuwen. Nou, een collega had hij zo scherp als een mes. Die zei, ja, waarom is dan nu dan het moment? Ja, een toezichthouder heeft toch geen kennis van de markt met timing? En waarom niet een maand eerder of een maand later? Nee, toen was het moment, maar die man begreep het niet zo goed. Maar goed, het gaat erom dat mijn instelling, of mijn inschatting is, en zijn persoonlijke mening, is dat des te harder de toezichthouders roepen dat het allemaal niet moet, maar des te harder het gewoon omhoog gaat, de hele markt. Althans ook de ICO, dat het gewoon doorgaat. Dus dat is een dingetje. Nou, wat zijn eigenlijk de valkuilen? Nou, de valkuil eigenlijk is door naar anderen te luisteren. Andere zogenaamde experts. En daar uitsluitend op te baseren om iets te kopen, te verkopen. En dus doe gewoon je eigen huiswerk. Doe your own research. En zorg voor een voldoende spreiding. Dat is heel belangrijk. Want ja, je kunt wel denken, ik ga inzetten op één propositie, maar dat is niet voldoende. Zorg ervoor dat je gewoon een portefeuille hebt van bijvoorbeeld 10, 20 of 30 projecten. En David Siegel van Pillar, daar hebben wij ook een exclusief interview gehouden bij de ICO-seminar. Staat ook op onze website cryptoacademy.nl. En die heeft ook een hele wijze les gegeven. Zorg ervoor dat je van je kapitaal van 10% inzet in zijn ICO's en daarvan ook weer onderverdeeld in 10 ja, tot 20 of misschien wel meer ICO's. Want ja, er kan zelfs een ICO bij zitten die niet zo goed loopt. Dus dat kan. Een ander valkuil is natuurlijk ook niet voldoende due diligence doen. Oftewel, niet diep graven. En dat is natuurlijk ook heel belangrijk om dat te doen. Dat je voldoende research doet, dat je gewoon gaat kijken wat zit eigenlijk voor model achter, waar is er een probleem en is er ook een voldoende oplossing voor en is er ook bijvoorbeeld een blockchain voor nodig. Dus er zijn allemaal van die dingen van ja, zorg ervoor dat je dat je daar voldoende in verdiept. Een ander dingetje is wat hier niet op de sheet staat, maar zal ik even toelichten, is dat kijk gewoon naar het management, het team. Een team bestaat eigenlijk uit founders of co-founders. En ook heel goed kijken naar de achtergronden van die founders of co-founders. Meestal is het zo dat een idee wordt geboren uit frustratie. We hebben onlangs ook gesproken met een hele interessante partij. En die jongen die zei inderdaad van, ik ben op een exchange geweest en werd toen gehackt. Ik weet niet of jullie wel eens een keer een exchange hebben meegemaakt die toen gek was, maar ze geld kwijt. Dus de security issue, de veiligheid is een belangrijk ding. Nou, en dat is natuurlijk ook belangrijk. Van ja, er heeft dus een gedacht, ja, waarom ga ik niet zelf een exchange beginnen? En dan met een veel beter protocol, veel beter veiligheid. Nou, dat zijn dus problemen vanuit de behoefte in de markt of eigen frustratie, dat je daar een oplossing voor biedt. En het is heel belangrijk om dus te kijken, ja, wat is het expertise van het team? Ook kijken naar de connecties op social media, hoeveel connecties dat zo'n team heeft. Kijk, als ze maar zegt, ja, ik ben heel bekend, ik ben een keer naar een seminar geweest, dan was iemand die zei, ja, ik ben heel bekend. Nou, ging ik op LinkedIn kijken, had hij 15 connecties. Dus dat is ook heel erg belangrijk om te kijken van, ja, hebben ze voldoende expertise? Nou, een team kan niet alles alleen. Dus een team wordt meestal geflankeerd door adviseurs, advisors. Ik ben trouwens ook een adviseur voor mini-apps, bijvoorbeeld community manager.
En Mini-Apps, dat is een chatbot solution producent eigenlijk. Die maakt chatbots met artificial intelligence. Dus door big data samen te voegen, dat je zelf leren algoritmes hebt. En wat doet zo'n chatbot? Die kun je dus als small and medium enterprise inzetten als klantenservice. Nou, je kunt voor bijvoorbeeld een kapper die moet kappen of knippen. En die wil niet de hele dag achter de computer zitten, maar die kan wel een website in de lucht gooien met een soort helpfunctie. En dat zo'n chatbot gewoon de vragen antwoordt. Ja, wil je naar de kapper? Ja, en als bent u man? Ja, nou, dan doet ze dat gewoon in. Nou, wil je kort of lang geknipt worden? Ja, dan ga je dus aan de hand van die vragen en antwoorden, gaat zo'n chatbot zelf antwoorden geven. En die gaat zo'n klein bedrijf eigenlijk helpen met het slimmer inzetten van resources en dan ook sales te genereren. Dus daar zit ook gewoon een verdienmodel in. Dus kijk gewoon naar een token. Hè. Dus eigenlijk is zo dat de coins op de markt verhandelbaar zijn. Dat is inmiddels 1400 inmiddels, dacht ik. Nou, die zijn ooit geïntroduceerd. En voordat zo'n coin wordt geïntroduceerd, wordt al als ICO in de markt gezet. Nou, en jij doet dus mee als ICO-participant. Doe je mee met een bepaald bedrag en krijg je tokens voor terug. Oftewel de coins. Een aantal websites die wel interessant zijn om te kijken. Dat is uiteraard de Crypto Academy. En ik zag in mijn linker ooghoek even kijken naar premium afgesloten gedeelte. Daar plaatsen we extra informatie waarbij je dus meer kennis hebt van de markt van ICO's. En dat is voor 10 euro per maand is dat te doen. En daarvan hebben we ook een aantal tips ook met altcoins bijvoorbeeld gegeven die factor 4, 5, 6 gingen. Niet altijd, het is geen belofte. Maar het leuke is dat we ook daar onze inzichten in geven. En er zijn bijvoorbeeld voor 10 euro per maand, 120 euro per jaar. Nou, je kunt zeggen, je gaat voor een jaar, er zijn nog 2 maanden erbij. Maar dat is een mogelijkheid natuurlijk in het premium gedeelte. En dus daar plaatsen we meer informatie. Nou, Irma Paasen zegt ook, zijn er ook adviezen voor wat betreft exchanges? Heel toevallig, we hebben over 2 weken een hands-on seminar in Bunnik, in de buurt van Utrecht, over exchanges. Maar ik kan nu al zeggen dat het is een hele uitdaging om bepaalde exchanges te vinden. We hebben ook op het algemene gedeelte van Crypto Academy op het bord bij het begin, aan de linkerkant, hebben wij een tapje gemaakt van exchanges. En bij die exchanges, dan kun je daarop klikken op de exchanges onderaan. En als je die tab pakt, dan staat er dus een hele lijst met allemaal exchanges. Dan moet je kijken welke interessant zijn. Ik vind Cryptopia heel erg interessant, omdat er heel veel alternatieve coins op genoteerd worden, ook die net genoteerd zijn op de markt. Nou, dan hebben we dus ook nog, even kijken hoor, HitBTC natuurlijk, dat is een leuke. Bittrex zijn we op zich ook wel tevreden mee. Dat zijn exchanges waar je dus coins op kunt handelen. Alleen vanwege de grote vraag naar van klanten, dus een nieuwe toestroom, hebben heel veel exchanges de beurzen gesloten. Hebben dus een ledenstop ingelast. Dus dat is een dingetje. En een ander ding is, als je zegt, nou, ik wil in ieder geval een coin kopen, dan moet je natuurlijk een ether hebben, want meestal zoals je mee wil doen met een ICO, ga je dus meedoen met, in ethers kun je dan meedoen. Of je kunt ook in euro's meedoen, maar niet alle ICO's doen dat. Het gaat altijd via de ERC20 protocol. Dan heb je ethers nodig. En als je de ethers gaat kopen, dan kun je bijvoorbeeld Lightbit doen. Alleen die hebben ook een klantenstop. Je hebt ook een klantenstop. En BTC Direct. Die is ook een hele fijne exchange op Bitonic. Maar kijk er heel goed naar welke exchange nog open is. Welke dus waar je dus wel wat coins kunt halen. Als je nou gaat kijken naar de ratings of de. Hoe heet dat? Meer informatie over ICO's. Welke lopen er, welke zijn geweest en welke komen er. Heb je ICO Bench. ICOBench.com.
Dat is een aardige. ICO-rating.com is ook een aardige. En dan ook kijken van, ja, wat is de rating? En ik zag bijvoorbeeld bij ICO-Bench dat je een cijfer van 0 tot 5 hebt. En heb je dus des te hoger het cijfer, des te beter. Nou, ik heb vandaag heel toevallig met iemand gesproken. Die heeft mij benaderd, omdat hij zag op LinkedIn dat ik adviseur ben van ICO. Ik ben er elke dag mee bezig, of frequent mee bezig. En hij zei, heb je interesse om mee te werken aan een soort checklist waarbij je punten aan toekent? Nou, ik ben niet de enige, er zijn ook andere 10 ICO-advisors die meedoen uit de hele wereld. Dus daar zijn we ook mee in onderhandeling of in ontwikkeling. En dat gaan we ook uitleggen op 20 januari, zaterdag 20 januari, want dan hebben we een ICO-seminar. Met andere woorden, we hebben een aantal criteria, wat ik net zei. Teammanagement komt aan bod, de techniek komt aan bod, we geven een score toe. En dan heb je dus een cijfer. En dat cijfer wordt van 0 tot 100 en des te hoger, des te beter natuurlijk. De ICOTracker.net is ook een hele aardige website. Dus dat is ook een leuk dingetje om in de gaten te houden. En even kijken hoor. Ik zie in mijn ooghoek dat Olga aanwezig is. Die ga ik nu even aan het woord laten zo. Want Olga is van Brixby. En zal ik heel kort in het Nederlands uitleggen wat het is. Want zij is namelijk Chief Marketing Officer van Brixby. En even kijken of ik haar tevoorschijn kan toveren. Voordat ik naar Brixby ga, dat is namelijk. Ben ik nog goed hoorbaar? Want ik zag dat een technische uitdaging is bij mijn collega. Dus. Hi, this is Olga. Do you hear me? Good afternoon, Olga. Nice that you are here. The participants are waiting for you. And it's very Perfect. nice. I'm very excited, and you look great Oh, today. I see thank you have a fantastic sweater with Bitcoins and Ethereums, so Yes. just to go with the theme. Very nice. Good Very good. preparation. Very good. Yeah, I was rounding off now in Dutch, so I will finish in Dutch now. Ben ik nog steeds goed verstaanbaar en zichtbaar? Want dan gaan we zo over in het. Top. Michael Thijssen, leuk dat je bij bent, man. Echt superleuk. Brixby, dat is een Russische partij die een solution aanbiedt op het gebied van parkeren. Nou, we kennen het wel, dan ga je naar Amsterdam, nergens parkeerplaats te vinden. Nou, Brixby, komt uit Moskou, die zegt, ja, parkeerproblemen zijn volop aanwezig. Wat ze zeggen, in plaats van dat je 20 verschillende apps hebt van de ene parkeerautomaat naar de andere, zeggen zij, nee, wij hebben een probleem, die zien we in de markt, gaan we via blockchain, gaan we Brixby overheen leggen. En wat ze dan doen, dat komt eigenlijk op neer. Dan heb jij dus als parkeerder, ga je kijken op je app, waar is een parkeerplaats vrij? Nou, dit is één ding van het verhaal, maar je hebt natuurlijk restaurants, die hebben piekuren. Je hebt bijvoorbeeld theaters of bioscoop, die hebben piekuren, die hebben bijvoorbeeld parkeerplaatsen. Nou, die parkeerplaatsen, die zijn dus overdag leeg. Nou, dan kunnen ze zich aansluiten via Brixby en dan gaat zo'n restauranteigenaar die verdient dan op een gegeven moment meer aan die parkeerplaatsen dan aan de pizza's of aan de broodjes. Bij wijze van spreken, maar dan kunnen ze heel slim hun business model aanpassen. Nou, en dat is een leuk ding. Brixby komt ook 20 januari naar Utrecht. En ja, dan zal ik. Dus trouwens, Olga die gaat even in het kort, kwartier, 20 minuten in het Engels overigens. Gelukkig niet in het Russisch, maar in het Engels. Even een kort toelichting geven over Brixby. En daarna kom je even terug met een toelichting van ja, wat jij kunt verwachten op 20 januari. So Olga, thank you for having you in this webinar. And the people were very enthusiastic. I hear a virtual applause for you. And That's Olga, great. you're the chief marketing officer, you told me. And yeah, please go ahead with your story about Brixby. Okay, very good. Well, thank you. Thank you. I'll introduce quickly our project. And as I'm sure Jan already told several times, but on the 20th, there will be a longer presentation where we'll go actually in details and explain what we do, both financially and technologically, in greater detail. But just in a few words, well,
We are a blockchain-based marketplace for transportation services. What we mean here by transportation services is mostly parking, electric vehicle charging, and private car sharing. I'll explain in a few minutes why we're excited about this industry and what makes it attractive and what problems it has and what we are looking to solve as a team and to make better for everybody. So transportation, it's actually a huge market. And here we include only, again, parking, electric vehicle charging, and car sharing. And it's 74 plus billion US dollars. It's a huge amount. But unfortunately, a lot of things are still very archaic there. I'm not talking about the Netherlands or the Amsterdam, where you have great solutions, and but I'm sure you can still get frustrated when driving from, let's say, home to work, and then trying to charge your car or maybe take some car for sharing, because you require a lot of different apps to do those simple things, and sometimes you also have to pay cash, and we would like to do something else with that. So let's see what we believe are the biggest problems which are presented in this market and why we would like to address them. So there's such a global trend as urbanization. So we know that within the next 20 years, 2 billion new people will come to the cities globally. It's a huge number. Just think about that. It's 2 billion. European countries, none of us are so big. So, and what will happen with those people coming to the cities is that the transportation will be affected at the most due to so many people. And what's extremely important to remember is that in order to modify the transportation, to build the roads or bridges or add some buses or trains or whatever, it takes a lot of time and money, and it doesn't happen overnight. What is more, the countries which are the poorest will be affected the most, because the most people will come there to the cities, and they have the less money and less infrastructure in place to accommodate those newcomers. The other problem that we see with the transportation industry is that a lot of solutions are very local. In the global world, it's kind of hard to have solutions which are only local languages, except local, some kind of payment methods, and hard to use for the people who are not, who do not speak the local language. What is more, a lot of those solutions are still cash-based. They are not on the internet. They are not visible to the people, even who live in the same city, meaning that maybe I have a great parking service next door, but I just don't know about that because I often go to the other place. And since the service is often a requirement, it can be low quality. So nobody really cares how to make the parking better or how to serve the client, because everybody just needs it. And lastly, if you have a great system that is based on the good IT system, it's usually very expensive. If the companies, private companies, or the cities are ready to invest into those systems, it's actually huge money. The process of setting up those systems is inefficient. That's because also the government, the big companies need to go through the complex procurement procedures. And all those systems, they lack the transparency for the users. And what's especially important for the businesses, when we look from the business side of the transportation, is that it's super hard to do the reconciliation. Reconciliation is the essential procedure to make sure that accounting and the platform and the money that we have in the bank are all the same, and we know what we received for what. It usually takes a lot of people to make sure to check all the transactions and all the systems and just somehow get the reconciliation. So why do we think, or what we think we can do better, is that we can offer, or we are offering, the marketplace that brings together people who want to rent, park,
and charge their electric vehicles, and asset owners of any size who are ready to offer those services in one app. So basically what I'm saying is, if let's say Jan has a parking spot in front of his office, which he has already paid for, but for some reason he doesn't use it. Let's say he likes biking, but he has still this parking spot. So he can rent it, he can put it up on the app within a few simple clicks and rent it out to other people who need it to park their car. So it's pretty simple, okay? And why we think our solution is better than the existing ones? First of all, it's transparency, and transparency is for everybody. And this transparency is based on the blockchain, as we know that in blockchain solutions, they are the transaction there are irreversible, and they cannot be tampered, and they can be checked by any person. So basically, there will never be a question. So what really happened to this money? It seemed to me that I paid on my mobile phone, but then later on, I still got the ticket. And then what is more, we already talked about that a bit. All the transportation services that we're going to offer will be in the one and the same app. So currently in the Amsterdam, you have, as far as I recall, 9 parking apps. That's a lot. So not all of them work in all the places, which can be a problem. And I'm not talking even about Amsterdam, because you guys have great solutions. I'm talking about globally. If you go to other countries, you have no idea what to do there when you want to park your car, and neither do the local people. So, and this type of solution brings the benefits to everybody, to the city and to the business and to the consumers. We talked about more about the consumers already, but regarding the cities, it's a known fact that 30% of the traffic in the city is created by people searching for parking. Just think about that, 30% of the traffic. It's a crazy number. And if we are able to show on the map, in the app, where the parking spaces, let's say, are located, whether they are occupied or not, and what is the pricing, the people can go there directly and be parked within a few minutes instead of going to the places they are used to and circling around and around, trying to search for the space. And for the business, the solution is rather cheap. There's no upfront investment or any payments. They pay only when the actual transactions happen on the platform. And our business model is quite straightforward. We will take 10 to 15% on each transaction that happens on the platform. And why the percentage offer is it will be based on the specific markets. So we'll see what the current situation is when we enter the market. Are there any competitive services? Do we have to do something extra in order to attract people to our platform? Things like that. And another important thing is how we're going to develop those services in different local markets is that we're going to use the franchise model. What that means is that we will involve the people, the local people in different markets, as our franchisees who will learn the service, who will be able to sign up the people to use the service, who will be able to go to the cities and explain why it's good to have this kind of service there, and they will get 10% on each transaction to themselves. And one of the most important things that we believe why we can do that is because we have experience, we have a great team, and we've done numerous projects. You can see all of them in our white paper, on our website, but we've really done huge projects and implemented the parking in megacities from scratch. A few words about our target market. So it's high density urban environment, and it's mostly developing countries because they will have the most problems due to the new people coming in and due to the fact that they do not have enough money to solve those problems. And what they have even less than money is time, because nobody has the time to build the road in a few days. And we talked before that 2 billion new residents will go into urban areas, but the population of South Asia and Sub-Saharan Africa will double. That's crazy. That's just unbelievable fact. And the solution we'll offer, it will be flexible and affordable and real-time and convenient.
And we know that based on research, that is exactly what the young people currently expect. It's not the car ownership that was so important a few years ago, but it's more the availability of the services at any time. I'm done with the with presenting Brixby shortly. And if you guys have any questions, I'll be more than happy to answer them. Okay, well, thank you very much, Olga. I have to say that I forgot that Olga was also working for Fastnet in the Netherlands. Is it correct? Fastnet. I wasn't working specifically for Fastnet. I was working for the company who provided the solution, okay. The software based on which the Fastnet service in Holland is built. So you can take also the experience of that to Brixby as well. Oh, absolutely. Yeah, and for your information, Fastnet is the charging company of the spots with electrical charging points where the son of Ruud Lubbers is the man of the company. I don't know what his full name, but Lubbers is now in his project. It's very interesting. And Bram Dierkes has a very good question. Bram asks, and who will check or control that Jan is the owner of the parking place? And it's not that Bram can say that it was mine. Yes. Okay, I understand the question. Of course, mm-hmm. It's very important. So no, nobody will actually check. And it's kind of like any other platform that just provides the tools, but all the services will be rated. So if you guys show up and want to park there, and let's say you get a ticket or there is no parking space, obviously you'll write about that or put a very bad rating and we'll immediately remove this kind of service provider from our service provider list. Mm-hmm. So there are checks and balances as well to keep the platform clear. Mm-hmm. Of course. Okay. Great, and and how about artificial intelligence? How does it come up with AI? Do you also use that in your platform? Yes, there is. There are several things where we can use AI. Mm-hmm. Well, the first and the most easiest and the obvious thing is the customer service. We're going to go global. We're going to have a lot of languages, and it's not going to be possible to hire a team which speaks 100 languages or whatnot, right? And be available 24/7 because it will be just beyond expensive. So what we will do is we will just the press release about that also went out either today, a few days ago. We will partner with Mini Apps, and they will provide the chatbot for us. And they use a lot of machine learning and artificial intelligence in their product. So what that means is that you guys will be able to have the human-like conversation while you want some help, but there will be actually no humans involved. And what's the best part of that? That anytime the chatbot understands that it cannot provide you with a good answer or the question is way too complicated, they will transfer the question to the customer support, to the people, and then the more skilled people will be able to answer those questions. So that's number one way how we will use the AI and machine learning. And in the future, we are obviously also thinking about things like smart guidance and navigation, where a lot of companies already did that, like Uber and some other things, when you can basically, you study the city and you can provide best routes to the places people want to go and to make sure that they find the parking on their way. Because remember, when you enter the address where you're going, it's usually not the parking lot destination. You're entering some real address where you have a meeting and then you arrive there and then you start looking for a parking spot. So we'll use the AI there probably to better help people find the parking. At least that's the plan currently. Of course, if we find on the way that there is more ways how we can use those tools, let's say maybe the personalized pricing where the AI understands people's needs and can provide better pricing for them, that's also an option.
But we are a bit too far from that at this point. Yes, and then also you're in cooperation with Miniaps, is Yes. it correct? Yes, exactly. Yes, and Vitaly Gumirov is from Miniaps, so will also come on 20th of January, and he's from Miniaps, from a chatbot producer, and it's very interesting, of course, how to use artificial intelligence. I was having, I'm also working one day per week in Rotterdam at a kind of startup place, and I was talking with guys from Microsoft Azure, but also the tech guys. They were talking about artificial intelligence. They said in the next 5 years, the world will be very different, also thanks to the artificial intelligence. So that's also very interesting point. I have another question of Miriam Aden. She asked if there are fixed rates, or can you custom make the rate yourself if you want what to do you rent mean out for the services? Yeah, when you rent out the Park Place, for instance, how does it work actually? Well, at first we believe that you can put whatever price you like. Obviously, the price should be something that market can accept, right? But in the future, if we have enough purchasing power, we might consider creating the prices ourselves and just purchasing bulk services from people. So that are two options we're currently looking at. Okay, and do you have some pilots running already, where you have some experience with Brixby? With the pilots, we're currently negotiating a couple of pilots, so we hope that we will be able to announce that soon, but it's a bit too early to discuss that with public. Okay, so maybe you'll come up with nice information the 20th of January, and do you have, can you give a highlight for the people why they should come also for your presentation? Yes, sure. Well, first of all, it will be a lot more extensive presentation where we can you know, go more into the technology, and of course there were very good questions currently, and we can go even deeper of explaining how we will keep checks and balances in place, and how the transactions can be priced and things like that. And of course, we are preparing the special offer to the investors that will be, or to the contributors, which we will offer only during that event on the 20th of January. And I'm sure this will be a fantastic offer, which will not be available to any other contributors at any time. Sounds very interesting. And we also arranged that you and also the other three ICO partners will have a booth or stand outside in the foyer. So there's plenty of time. If you have some detailed questions or personal questions, then you can, during the day, you have sufficient time to ask Olga also. So I will switch over into Dutch to explain a little bit more about what people can expect of this the day. I will talk to you each other later. Olga, thanks very much for this excellent presentation, I have to say. And also on behalf of the participants today, thank you for your time. And also on behalf of our Crypto Academy team. Jan, thank you so much for organizing that. So I'm exiting the presentation, and I'll talk to you later. Okay? Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Nou, dat was een, op zich wel een heel duidelijk en heldere presentatie, moet ik zeggen. En ook het Engels was zeer goed verstaanbaar. Daar ben ik wel blij om. Ik hoop dat jullie het ook als waardevol hebben ervaren. Dus dan ga ik nog tot slot inhaken op ICO's. Ik kan me voorstellen dat dat heel erg... eng is in het begin. En ik zie een aantal percentages wat een beetje aan de lage kant is. De koers zijn omhoog gegaan, maar goed, maakt niet uit. Pillar, dat was ons eerste, giller wil ik zeggen, maar de eerste ICO waar we mee hebben gedaan. En zeiden tegen Harry, ja, we moeten gewoon met een teen in het water laten gewoon beginnen. Wisten we helemaal niet wat Pillar was. Nou, het bleek dat het een soort applicatie was om een soort interface waarbij je
gegevens invoerde, dat je dan inlogt op bijvoorbeeld een YouTube of een Google of een Facebook, dat Facebook jouw gegevens niet heeft. Dan word je gewoon gestript in figuurlijke zin. Dus met andere woorden, dat die grote jongens niet met jouw big data daar kunnen gaan, vandoor kunnen gaan. Nou, Pillar, die hebben we op ingetekend, hadden we iets van 10 cent binnengekregen. Nou, die is nu ook naar 1,30 gegaan. Dus dat is een mooie winst natuurlijk. Electroneum, dat is ook een mooie winst natuurlijk, eclatant. Dat was een ICO, dat ging over een mobile applicatie, een mobiele miner. Dus iedereen in de wereld, zelfs in de Sahara, kun je met een mobieltje kun je daar dan je coins minen. Nou, dat vond ik echt een super interessant idee. En Harry als non-techie zag ook een perspectief in. Dan heeft ze een vlucht afgeworpen, hebben een deel winst opgenomen, 2000% winst. En misschien is het ook leuk om te zien dat Crypto 20, dat is een mandje van indexen, of een mandje van coins moet ik zeggen, dat is een index van 20, top 20 crypto's. En daar hebben we ook inmiddels meer dan drie keer over de kop 300% winst op behaald. En dat loopt nog steeds. Er komt eigenlijk op neer, dat komt dat wij niet kunnen verkopen. Dus misschien is dat een geluk geweest. Maar het leuke is dat, hou het goede, of het nou HitBTC is of een andere exchange, over 2-3 dagen kun je ook in Crypto 20 handelen. Dan kun je dus met één druk op de knop dus een mandje van 20 coins handelen. Nou, dan heb je ook nog Guts, dat is ook een leuke, dat is een ticket service die afrekent met woekerprijzen van tweedehands kaartjes. En dat je ook ziet, hey, dat is echt een echt ticket. Niet dat je €150 betaalt en je hebt een fotje te pakken. Dus dat is ook een mooie winst al inmiddels, bijna 800%. En Guts, Jochem Meijer heeft daar gebruik van gemaakt om heel veel kaarten te verkopen. Guts heeft meer dan 6000 kaarten al verkocht via de blockchain. Super interessant. En hoe heet die, Joep van Hek, impresarium, of hoe heet dat, die artiesten die onder Joep hangen, 40 personen, ja, die zitten ook daarin. Dus dat is heel erg interessant. Nou, 20 januari zullen daar ook, hekwerk, zegt hij, ja, heel goed. Nou, het is ook 20 januari zullen we ook meer dus voorbeelden geven. En wat gaan we eigenlijk doen de 20e? We gaan alle ins en outs over ICO's te behandelen. Wat zijn de valkuilen om te omzeilen? Hoe beoordeel je ICO's? En nog belangrijker eigenlijk, hoe ga je deelnemen aan ICO's? Want je mag wel weten dat ik met zweet en handen de eerste ICO heb gedaan toen met Harry. En ik dacht, ja, als het maar goed gaat. Nou, en daarmee helpen jullie ook over de brug. En er zijn dus 4 CEO's of co-founders aanwezig van proposities. Dat ik eerder heb aangegeven dat ik in Barcelona ben geweest. Ik heb heel veel presentaties gezien bij de ICO Village. En wat eigenlijk ook het probleem was, ja, had je dus aan de lopende band allemaal presentaties. En ja, er was dus 5 minuten een presentatie, kon je niet echt een goed oordeel vellen over een propositie. Nou, wij hebben het omgedraaid, te zeggen, weet je wat, ze krijgen gewoon voldoende podium, 45 minuten. Inclusief dat je vragen en antwoorden kunt stellen natuurlijk. En wat ik ook al eerder heb gezegd, dat we hebben ook voor zorg gedragen dat er een stand komt. Waarbij de CEO's hun propositie kunnen aangeven gewoon gedurende de dag. Dus mocht je een vraag hebben, hoe doe je dat? En wij hebben zelf ook een tafel waarbij je dus op weg wordt geholpen met ICO's. Walletje aanmaken als het nog nodig is. Misschien dat je nog etens nodig hebt. Ja, wij gaan niet etens verzorgen, maar via een wisselkantoortje dat ergens kunt halen. Ja, en het belangrijkste is natuurlijk hoe een gespreide ICO-portefeuille op te bouwen. Nou, dat is natuurlijk heel belangrijk om een goede spreiding aan te brengen. Maar goed, dat doe je mee met een ICO. En dan weet je al hoe dat moet. Nou, en dan, wat is dan, wat gebeurt erna? Nou, we hebben dus ook vandaag weer een bespreking gehad over de agenda. Toen zeiden we, ja, we gaan ook de day after doen. Dus eigenlijk, wat gebeurt er na een ICO? Wat gebeurt er? Hoe krijg je die tokens? Hoe moet je die weer distribueren? Hoe kun je het verhandelen? Want dat is ook een dingetje. En we sluiten af met een ICO panel discussie. En ik kan nog vertellen dat Joe HP, ook een hele bekende crypto en ICO investor,
in Nederland, die hebben we bereid gevonden om ook deel te nemen aan de paneldiscussie. Met andere woorden, dankzij ons netwerk hebben we ook heel veel kennis, zelfkennis, maar ook kennis van anderen, dat we met jullie delen, dat je gewoon een heel mooie dag meemaakt. Nou, en wat we ook beogen is, niets is natuurlijk gratis en wat we doen, alles naar zijn waar, alle waarden naar zijn waar natuurlijk. En wat we doen, nou, we bieden deze dag aan, niet voor €397 inclusief BTW, maar voor slechts €247 vandaag voor dit webinar. En daarvan krijg je nog ter waarde van €60 terug in ethers. En dus dat is een hele interessante dingetje. Dus dat je dus in plaats van dat je dus heen gaat met niks en je gaat naar buiten. Want hoe vaak komt die voor? Dan heb je honderden euro's of misschien duizend euro's gespendeerd. Je gaat naar een seminar. Je hebt niks in handen. Je gaat weer met niks naar huis. Wij doen het anders. Hands-on. Je komt met een gevulde portefeuille. Nou ja, gevuld van €60 aan tokens. Zeg je, nou, ik wil nog meer bijvoegen. Nou, dan kun je ter plekke nog bij stashen natuurlijk. En je krijgt ook nog qua bonus een Azure evaluatieseminar voor de eerste 12 deelnemers. En dus dan komt er ook op neer dat er een partij is in Nederland. Die naam zal ik, dat is Seal Network. Dat heeft een hele leuke ICO om te kijken hoe je dus ja, de counterfeiting markt kunt tegengaan. Of zij hebben dus een oplossing. Dus dat je met een app kunt scannen van je Gucci tas of een Gucci belt. Wat het echt is. Nou, er zit ook heel goed voor die model in natuurlijk. Voor die, ja, voor die bedrijven die te maken hebben met vervalsingen. Hè? Want China en India, dat zijn plagiaatkoningen eerste klas. Nou, er gaat meer dan 1900 miljard om in de zwarte markt. Nou, dat wil je natuurlijk niet. Nou, dus voelt wel aan. Nou, als je daar een oplossing voor hebt, nou die bedrijven hebben daar gewoon wel interesse in om daarin te participeren op een of andere manier. Dus dat is een hele mooie propositie. En de vierde ICO die wordt presentator, dat is van Gimmer. En die maakt chat handelsbots, een applicatie, een platform waarbij je als crypto trader, stel dat je heel goed rendeert, dan kun jij je eigen strategie kopiëren en verhuren. En dan kun je iemand anders laten copytraden. Maar stel dat je helemaal geen kennis en ervaring hebt, je wilt iemand anders volgen, kun je via Gimmer een tradingstrategie volgen. Nou, ook via de Gimmer platform, via een blockchain. En dat is super interessant, want ik heb ook in de traditionele sfeer, heb ik ook heel veel beleggers gehoord van ja, ik wil wel beleg in aandelen of beleg in Forex, in de valutamarkt. Maar hoe moet dat? Nou, die gaan een andere volgen. En dat hoor ik dus ook in de cryptomarkt. Kun jij niet dit? Kun je niet dat? Nou, dat kan dus niet. Maar met Gimmer heb je die oplossing wel. En daar kun je er ook mee in doen met een ICO. En waarom is het nou interessant om met een ICO mee te doen? En dat is eigenlijk ook een beetje een geheim van de smid. Dat deel ik toch even. Is dat je als je meedoet met een ICO, dan word je meestal beloond. Wat Olga ook zei, dan krijg je een bonus. Krijg je gewoon meer tokens voor je geld. Nogmaals, normaal gesproken 3,79, nu slechts €247. Staat Bunnik, maar het moet trouwens Utrecht zijn. We hebben een upgrade gedaan van de locatie. En dat is wel van 9 tot half 6. En dat is bij Van der Valk Hotel. En ik zal nog een keer even de link erin zetten van die ICO. Aanmelding. Aanmelding ICO. En dan kun je dus ICO seminar van de Valk Utrecht. En dat is het van de Valk Utrecht exclusief hotel vlakbij de IKEA. En voor de eerste 12, voor de eerste 7 minuten aanmelders. Er staat het midden, pontificaal in het midden, krijg je aanmelding. Dan kun je daar dus eventueel op klikken op het link die ik net heb gedaan. Dus de eerste 12 of zo, of de eerste 7 minuten, die krijg je nog die bonus, zeg maar, dat je nog een evaluatieavond kunt meemaken. Dus, nou, in ieder geval, als er nog vragen zijn, er zijn nog een paar minuten tot 4 uur. Maar we moeten straks richting een cryptoborrel van het jaar.
Dus dat is waar we ook die Joel Happe zien. En misschien dat we ook nog Vincent Evers tegenkomen. Nou, het wordt een hele interessante dag. Ik hoop overigens dat jullie heel veel informatie hebben gekregen, maar ook heel veel handvaten om hier iets mee te doen met ICO's. Ja, wellicht dat er nog een paar vragen zijn die we nog kunnen oppakken. En zo niet, dan zien we elkaar uiteraard 20 januari. Oh ja, nog een belangrijk ding. Bij Van der Valk, wij hebben geregeld dat er een gratis parkeerplaats is in de garage. Dus daar hoef je ook geen zorgen over te maken. Nou, ik zie nog geen vragen. Gerrit Schouten is naast gaan typen. Wouter ook, die is ook aan het typen. Wouter komt ook even langs natuurlijk vanuit Lima, of niet, Wouter? Even met je private jet. Ja, Gerrit, graag gedaan. Graag gedaan. Irma ook graag gedaan. En overigens, de presentatie, het webinar wordt gedeeld op cryptoacademy.nl integraal. Dus dan kun je ook weer in een gemakje kun je dat bekijken. En Michael ook, top. Dus we zijn benieuwd of je nog andere vragen hebt. Nee, allemaal loftuitingen. Dus daar ben ik blij om. Ja. Nou, zeker als je een keer langskomt, Wouter, vanuit Lima. Of we komen een keer naar Lima toe. Dat kan natuurlijk ook. We zien elkaar snel. En anders volg gewoon ons via het webinar. En we zullen ook via Crypto Academy nog veel webinars verzorgen. Natuurlijk zullen we ook aankondigen. En Joop, ook leuk dat je hebt ingehaakt. Absoluut. Brigitte, kijk, nieuwe naam. Heel mooi. Bedankt, Gilbert ook. Kijk. Nou, ook namens mij, jullie bedankt voor jullie tijd, uiteraard. Om 3 uur er waren best wel veel deelnemers, zijn we trots op. En Harry ook bedankt voor de mentale support hier en ook die vragen. En Jelle Nauta ook, leuk dat je er bent. Ook groetjes van Harry. En iedereen, ja, mocht je vragen hebben, deel gerust jullie inzichten of vragen op cryptoacademy.nl. Nou, dan hebben we toch mooi een uur tot binnen een uur gehouden. Dus meestal liep het uit, maar nu is het mooi op tijd. En wellicht andere tot binnenkort 20 januari. En dan spreken we elkaar binnenkort. Ja, klopt, Edwin. Jij hebt je aangemeld, dat is allemaal goed gelukt. Jij komt dan ook, voor jou geldt natuurlijk ook, premium lidmaatschap, checklisten, alle bonussen, die zijn voor jou ook van toepassing, uiteraard. Uiteraard, voor 2,47. Het is geen geld, moet ik zeggen, want je krijgt nog tokens terug in ethers. En je hebt een fantastische dag, all inclusive. Behalve de overnachting, die zit er niet bij. Dus ook bedankt voor de aanmelding, Edwin. Superleuk dat je bij bent. En we houden natuurlijk front row een plaatsje voor je vrij. Absoluut. Nou, ik weet niet of ik nog iets vergeten ben, Harry. Nou, anders gaan we afronden. En dan wens ik iedereen heel veel succes met het traden en met ICO deelname. En tot de volgende keer. Mikkel, tot de volgende keer, man.